De belangrijkste doelstelling van het agentschap Innoveren en Ondernemen is om kennis en competenties van de Vlaamse bedrijven te verhogen. Dit doen we onder andere door in te zetten op bedrijfsspecifieke projecten. Maar wat dat er minder bekend is bij het grote publiek, is dat wij ook een gamma aan collectieve programma's hebben binnen onze portfolio. Met het COOC-programma, dat staat voor collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding, proberen we om een brug te slaan tussen enerzijds kennis die beschikbaar is bij onderzoeksinstellingen en anderzijds ondernemingen die bepaalde innovatieve technologieën wel zouden kunnen implementeren, maar daar jammer genoeg niet altijd de financiële middelen voor hebben of niet de onderzoekscapaciteit voor hebben. De topics die binnen een COOC-project aan bod kunnen komen gaan heel breed. Dat kan gaan van innovatie in verpakkingsmaterialen tot slim gebruik van water in verschillende industrieën tot gebruik van drones binnen de landbouw. Actoren als Flanders Food die spelen hier een hele belangrijke brugfunctie in. En daarmee willen we de Vlaamse agrovoedingssector ondersteunen in het constant inzetten op vernieuwing en zo zijn rol als competitieve en innovatieve sector waar te maken. Vlaanderen behoort tot regio's in Europa die met waterschaarste geconfronteerd worden. Bijgevolg moeten we inzetten op waterbesparing en maximaal waterhergebruik. Ook bedrijven kunnen daar een significante rol in spelen. Om hen daarin te helpen, initieerde Flanders Food samen met 7 partners en met de steun van Vlaio het project Smart Water Use. In het interclusterproject Smart Water Use willen we dan ook met de steun van Vlaio bedrijven inzicht geven in hun watergebruik en aanzetten tot waterbesparing en maximaal waterhergebruik. Enerzijds ondersteunen we bedrijven door de geldende waterwetgeving te verduidelijken. Daarnaast nemen we ook de wereld van sensoren, digitalisering, alternatieve waterbronnen onder de loep. Anderzijds staan we ook klaar met een heel team om het bedrijf in contact te brengen met de geschikte expert, om hem dan op een laagdrempelige manier te begeleiden in die eerste stappen naar een duurzamer waterbeheer. Een van de eerste realisaties die tot stand kwam, is de waterbarometer, waarmee water- en droogterisico's in kaart worden gebracht. Met behulp van deze tool kunnen bedrijven zelf maatregelen en actiepunten voor een beter waterbeheer uitwerken. Een eerste module, daar kunnen ze een gedetailleerde waterbalans heel visueel gaan voorstellen. En daar worden ook de kosten en de risico's van de waterbronnen die ze vandaag gebruiken in kaart gebracht. In een tweede module kunnen ze dan nagaan welke alternatieve bronnen er aanwezig zijn in de buurt van het bedrijf. Alle informatie die is ingegeven in de tool wordt vervolgens gebruikt om heel specifieke acties voor te stellen en om scenario's mee uit te bouwen om te gaan vergelijken welke maatregelen voor het bedrijf de beste zijn. En op die manier kunnen de bedrijven echt stappen zetten naar een beter waterbeheer. Greenyard is een van de bedrijven die de waterbarometer gebruikt. De voedingsproducent wil tegen 2025 onder meer de waterintensiteit van zijn producten met 10% verlagen. Concreet heeft de waterbarometer binnen Greenyard geleid tot meer bewustwording over onze waterrisico's en opportuniteiten over de verschillende sites heen, zowel de grote als de kleine sites. We bekijken eigenlijk voortdurend verbeteropties rond waterefficiëntie in al onze processen. Op sommige sites hebben we uiteindelijk vandaag al alles zo efficiënt ingericht dat we eigenlijk maximaal willen gaan inzetten op het hergebruik van gezuiverd afvalwater. Voedingsproducenten werken in dit project nauw samen met bedrijven uit de aquacultuur, textiel- en toerismesector. Die cross-sectorale samenwerking moet tot nieuwe inzichten in zaken waterbeheer leiden. Waterschaarste is regiogebonden en vandaar het belang om dat eigenlijk ook sectoroverschrijdend te gaan aanpakken, waarbij we de uitdagingen van verschillende stakeholders goed willen kunnen begrijpen en dat op zich gaat kansen benutten rond de inzet van wateroverschotten, maar ook collectieve regenwateropvang.